En dat verhaal vertel je ook in het theater. Dat ga ik doen, ja, vanaf januari. En dat is vanaf, we hebben die beelden een paar keer voorbij zien komen, dat je zo heel vrolijk bruiloft in partij deed. Dus vanaf dat moment. Ja, ik start de show. Ik ben een paar keer gevraagd of ik dat wilde doen. Om ook, als je een album maakt, natuurlijk altijd de liedjes Jij Bent Zo, of de liedjes in de arena, die kennen iedereen eigenlijk. Maar je maakt ook albums waar vaak kleine liedjes op staan, waar je veel reacties op krijgt. En er werd al een tijdje gezegd, we gaan een keer theater in. Laat een keer de veelzijdigheid zien met de band en de piano. En vertel ook hoe je begonnen bent. Toen was ik aan het schrijven, toen dacht ik, ik ga beginnen. Vanaf dat ik eigenlijk... De show begint ook echt achter mijn orgel. Dus echt zo'n oud orgel wat je vroeger kent met een ritmebox en een paar voetbassen. Want mijn droom was om bruiloft partijzanger te worden. Dat was echt mijn droom. Jij wilde gewoon je carrière gewoon... Maar ja, dat heb je ook lang gedaan. Ja, ook lang gedaan. Ik ben hier op de Monico Café. Monico op het Rembrandtplein begonnen met liedjes. Ja, heb ik 5 jaar als vaste huistoetsenist gezeten. Dus het is voor mij wel bekend hier. Maar mijn droom was om bruiloft partijzanger te worden. Dat is niet gelukt. Maar wie had je als voorbeeld dan dat je dacht, die gast wil ik worden? Dat komt... Nou, wij woonden in een dorpje, dat is niet zoals Volendam, maar wel Vogelenzang. Daar speelden 2, 3 bandjes. En daar waren een aantal jongens waren echt professioneel bezig. En ik zag als jochetje van 4, 5, zat ik alleen maar te kijken. En ik dacht bij mezelf, ik wil dat worden. En niemand kon mij daar ook vandaan houden. Dus ik heb dat altijd gedaan, met het idee van, dat is mijn job. Nou, is een onderdeel van jou... Mensen zeggen, had je moeten blijven doen? Nee! Want je staat niet voor niks met de toppers ook, waar je vandaag trouwens de laatste training voor hebt gehad. Maar nou is het onderdeel van wat je doet in het theater straks, en we kunnen er maar eentje doen, dat mensen mogen een nummer roepen en dan doe jij dat speel jij. En wat ga jij niet doen hier? Ja, het lijkt mij wel leuk. Stel nou dat ik aan jullie vraag een nummer. Wat dat zou Jeroen dan nu moeten spelen? Jullie mogen roepen, roep maar. Wie? Ja, Metallica. Ah, Metallica, not the other matter. Dat is natuurlijk een goeie. Die ken je niet? Oké. Wie wel? Shangri-La. De dijk? De dijk? De dijk, ik kan het niet alleen. Moet ik dat nu doen? Hè, ja. Nee. Kort, jawel. Doe. Dames en heren, Jeroen van der Boom. De dijk. Doe. Huppakee. De dijk. Ik ben trouwens wel enorm fan van de dijk, dus dat komt er goed uit, hoor. Oké. One, two, three, hit it. En ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet alleen. En ik kan het niet, zeg, ik kan het niet alleen. En ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet alleen. Ik heb het geprobeerd, gedaan wat ik kan. En alles gaat verkeerd, ik ben ook maar een man. Ook maar een man. Het is een theatertour. Ja, het is wel lekker dit. Dit ben ik in theatertour van Bruiloft Arena. Die kaarten zijn te bestellen.